Kijk, we zagen net eerder nog beelden terug van uitspraken met uitspraken van Fortuyn. Heel veel van wat hij zei, daar wordt hem ook gezegd dat hij gelijk had. Wat hij deed was eigenlijk, hij formuleerde een politiek incorrecte boodschap waar iedereen over viel. Ik vind, als je nu kijkt, was het nog heel mild wat die ja, man... Eigenlijk zag hij vooral wat aan die onderkant van die samenleving leefde en durfde hij dat te benoemen. Ja, dat daar dan nu zo heftig over wordt gedaan. En kijk, ik wilde dit filmpje van met Rob Oudkerk vooral laten zien. Omdat 17 jaar later zitten we dus nog steeds in die situatie. Het gaat niet over dat je niet wordt gefeliciteerd of wat dan ook. Je kan eigenlijk nog steeds niet iets zeggen zonder geframed te worden. Ik loop daar heel erg tegenaan. Leg eens uit, wat gebeurt jou dan? Wat overkomt jou dan? Nou ja, kijk, als jij bepaalde misstanden binnen de gemeenschap benoemt, of wanneer je kritisch bent over de islam, wat ik doe... dan word je meteen geframed als rechts. Dan ben je automatisch rechts en dan moet er niet naar je worden geluisterd. Net zoals wat Rob Oudkerk hier over Fortuyn eigenlijk zegt. Ook al heb je gelijk, je wordt gewoon geframed. En je merkt het met mensen die op de foto zien. Özdil laatst van GroenLinks, die op de foto gaat met Sint Lucassen. Die is te rechts, extreem rechts, dus wordt zelfs gezegd. Precies, dus een GroenLinks gaat lachend op de foto met iemand met wie die in debat is geweest, met wie die het niet eens was. Ja. Maar dat mag niet meer. En dat mag niet meer. Of Mona El Tahawi, Egyptisch-Amerikaanse feministen die last minute besloten af te zien om in te gaan op de uitnodiging van de Bali. Want werd gezegd door een hele fanatieke club anti-racisten. Die hadden gezegd, nou, het is een rechts podium, debatcentrum. En daar wil je niet laten horen. Dus een heel verhaal zit daar. Het is een heel verhaal, maar het wordt ingewikkeld als jij dus daar 2 jaar zegt, ik wil gebeurt. Wel mijn boodschap doen. Maar ja, ik wil niet dat iemand anders zijn boodschap verkondigt, want die bevalt mij. Nee, mensen worden constant niet verdacht gemaakt. En daarvan zou ik ook nog kunnen denken, ik kan ermee leven. Maar wat mijn probleem daarmee is, is dat je... Kijk, ik wil vooruitgang, ik wil emancipatie. Met mij heel veel mensen, heel veel seculier gezinde moslims ook, die hun stem willen laten horen, maar die kunnen hierdoor niet, want ze zijn bang. Of die kunnen hierdoor niet, omdat ze geen podium krijgen. Of omdat ze weten dat ze dat gesprek... Dat ze weten dat ze niet serieus worden genomen, dat ze verdacht zijn gemaakt. En rechts worden genoemd, dus dan ben je klaar.